De verkeerspolitie rijdt in de Utrechtse wijk Zuilen, waar ze een bruiloftstoet tegenkomen. Is het bruidspaar in? Het bruidspaar zit in een BMW. Daarachter een flinke stoet auto's waarvan de bestuurders graag laten weten dat ze er zijn. Klaksoneren is in sommige islamitische culturen traditie als uiting van blijdschap. Maar officieel mag het alleen als er gevaar dreigt. En dat geldt ook voor het gebruik van de gevarenlichten. Omdat de politie geen feestje wil bederven, worden de auto's niet aan de kant gezet. Maar even later verandert de zaak als ze het nog bonter maken. Alles te rood. Op de Amsterdamse straatweg is het druk en om het verkeer heen rijden lukt niet. In de verte is het geklaksoneer nog steeds te horen. Er staat er met een toeter lopen. Ja, dan krijg je misschien weer groen. Hè? Het is groen daar. Ja, het is groen. Daar gaan we zijn. Rechtsaf. Waar rij je mij naar stoet? Ja? Waarom wordt er rood? En maar waarom wordt er door het hele rijtje door rood gereden? Oh, ja, nee, dat weet ik niet. Daarvoor rijden wij mee. Omdat er iedereen rijdt mee van de zwaan. Dat klopt. Dan moet je dan niet zeggen dat je bij je stoplicht. Nee, ik zeg ook. Maar je laat me niet eens uitpraten. Je bent alleen maar heel emotioneel aan het doen. Ja, maar waarin minder stoet? Mijn schoonzusje die gaat trouwen. Het gaat om dit gedrag, daarom rijden wij mee. Ja, maar kom op, maar het is maar één keer. Er trouwt maar één keer iemand. Ja. Prima, maar hé. Hey. Ja, okay. Maar die andere mensen, als ze invalide worden gerezen, nee, die hebben daar een boodschap aan. Nee, oké, okay. Dat is goed. Ja? Ja? Oké, okay, tot ziens. Alle bestuurders uit de stoet die door rood reden, kunnen een boete op de mat verwachten. Want uiteindelijk gaan verkeersregels boven traditie.